Ja, ik vind het perfect gewoon. Wat ik leuk vind aan dit project is dat je je creativiteit er ook in kwijt kan. Super gaaf om je eigen huis te bouwen. Vestia heeft een ruimte, die stellen ze beschikbaar. Dus ik heb wat tijd en ik heb wat ideeën en de klusbuddies die kunnen wat en die kunnen dan ook weer helpen. Dat vind ik gewoon heel gaaf om samen zo'n proces in te zetten. Dat ik niet golgen huren is omdat ik dit een gaaf proces vind waar ik zelf nu aan mee kan deelnemen. Dus ik word nu al betrokken bij de ontwerpen. Maandelijks hebben we gesprekken met de architecten ook. En dan mogen we samen met haar mogen we helemaal gaan bepalen wat er in je woning gaat komen en waar het gaat komen. En dat is voor een architect is dat gewoon super gaaf om daar aan mee te mogen doen. Er wordt casco opgeleverd en daarmee... is de mogelijkheid er om zelf de badkamers, de kamers en de keuken te bepalen. Een gewone huurwoning is makkelijk, maar dat haalt ook een deel van de speelsheid weg. En het is een oud pand en dat brengt natuurlijk ook weer sfeer mee. Tegenwoordig zijn alle nieuwbouwwoningen zo hetzelfde. En ook tegelijkertijd daarmee wat saaier. Dus dit is wel heel leuk en creatief en speelser. Ik denk dat het spannend is en ik denk ook wel dat het een goed en laten we zeggen ook een traject is wat wel actueel is en wat ook wel laten we zeggen een soort volgende slag is in het wonen. Wij zijn hier bezig met renoveren, zoals je ziet. Alles demonteren, alles hergebruiken, slopen. Ik doe de opleiding Orde en Veiligheid. En ik moest alleen stageuren hebben natuurlijk. En daardoor ben ik gewoon hier gekomen om stageuren te verbrengen. Wat hebben we nou besproken? Dat er mensen hier gaan komen wonen. Dus we moeten een beetje zorgvuldig omgaan met alles wat we slopen hier. Ja. Bijvoorbeeld hout dat hier ligt, dat wordt gebruikt voor iets anders. Dit hout bewaren we voor, om stoelen te maken. Want we zitten hier aan de overkant ook met de kunstenaar uit Amsterdam. Gaan we stoelen maken om een project te maken voor om in de winkel zo te maken toch. En het plafond dat komt er ook allemaal nog? Ja, dat plafond dat gaat er allemaal af. Dat hebben ze met de aannemer besproken. Gaan ze het allemaal lekker stukken allemaal. Nieuwe bekabeling, nieuwe bebuizing. Deze stage geeft mij de kans om mijn diploma te halen voor school natuurlijk. En ik heb al mijn uren al compleet. En het gaat nog steeds goed. We zijn nu bezig met de laatste loodjes. Opruimen en de laatste grootjes van het plafond demonteren. En dat is voldoende. En dan mag ik waarschijnlijk volgende maand al mijn examen doen. Dit wordt mijn huis en wat we vandaag hebben gedaan is we zijn alle huizen door geweest en hebben gekeken wat voor materiaal we willen hergebruiken. En ik had natuurlijk met alles wat hier aanwezig was al wel mijn ideeën. Maar nu krijg je dus ook de kans om te kijken wat er hergebruikt kan worden in andere panden.
zijn door mij geplakt, want ik wil namelijk deze wand eigenlijk hergebruiken. Misschien niet alles, maar sowieso deze twee ruitjes of drie ruitjes met het patroon erin. Daar wil ik iets mee gaan doen en dus heb ik daar mijn naam op geplakt. Zodat de jongens van het Albeda en van de wijkschool die al die spullen er gaan uitbreken, zeg maar. Dat ze weten dat dit heel moet blijven, omdat er straks weer wat mee moet gebeuren. Een beetje de laatste check-up van hoe is alles volgens de tekening, is alles goed verlopen. En je ziet echt de veranderingen nu met wat er is weggebroken. En, ja, je kan daar gewoon als je dat staat gaan inrichten. Dat is gewoon leuk. Ja. Eigenlijk hadden we de hele tijd nog die plattegrond ook in ons hoofd. Want we hebben daarna eigenlijk ook alle kamers ingedeeld, zeg maar, zonder eigenlijk echt precies dat je ervoor weet van hoe groot wordt het. Dus, nu eigenlijk pas zien we echt precies van hoe groot alles is. Ja, ik vind het perfect gewoon hoe het eruit ziet. Ik ben zeer tevreden. Het ziet er echt er vrij af uit en open, mooi afgewerkt. Ja, ik ben gekomen aan de slag. dat vooral. De belangrijkste wensen waren toen dat ik gewoon lekker ruimte had, voldoende kamers voor iedereen, een leuke leefruimte eigenlijk. Wat ik daar nu tot nu toe van heb kunnen realiseren is dat de ruimtes zijn in principe klaar. En ik ben nu aan het verven en aan het afwerken. Deuren die ik teruggeplaatst wil hebben, die worden nog teruggeplaatst. Dus er zijn een paar oorspronkelijke punten van het huis die dan weer teruggeplaatst worden. Het duurt veel langer dan oorspronkelijk in de planning stond. Doordat de woningen natuurlijk ook oud zijn, hebben ze veel meer gebrekken gevonden in de woning dan ze voorheen hadden gedacht. Waardoor het ook langer duurde. Ja, dat kan ook niet. Ja, je moet er wel zin in hebben misschien om een hele keuken en alles zelf te bouwen. Als je al de instellingen hebt om ergens gewoon snel te willen wonen en je hebt de tijd ook niet. Om een half jaar een beetje half hier en daar te wonen of zo, in plaats van gelijk een huis te hebben, dan zou ik het misschien niet doen. Het voordeel vond ik dat je gewoon je eigen idee kon vormgeven en dat je gewoon jouw woning kon indelen zoals jij het leuk vindt en gewoon het pand. Eigenlijk een nieuwe woning in een oud jasje. Ik verwacht wel dat juist vanwege alle mogelijkheden en vrijheden die we gekregen hebben, dat we het wel het huis zo hebben kunnen interpreteren dat het wel allemaal gewoon onze eigen wens is. Omdat anders kan je een huis huren en dan moet je het maar nemen zoals het is en dan moet je er wat van maken. In dit geval mogen we eigenlijk vanaf nul beginnen en hebben we het eigenlijk zo ingericht naar onze eigen levenswijze eigenlijk. Ik zie hier gewoon heel veel mogelijkheden, ondanks de obstakels. Vind ik het nog steeds een mooie leefruimte en een leuke omgeving.